We zijn van plan de dieren de winter door te helpen en daarom gaan we een dierenhotel bouwen. Een dierenhotel, dus we mikken ons voornamelijk op egeltjes, veldmuizen en ook op insectjes. Dus eigenlijk een plaats waar de diertjes allemaal gecentraliseerd in onze tuin overwinteren en kunnen slapen. Oké, Carlos, we gaan met jouw klas aan de slag. We gaan aan de slag. Wat is jouw naam? Margot. Margot, en jouw naam? Louis. Louis, oké. Margot en Louis. Weet jullie wat een insectenhotel is? Ja, ongeveer. En wat is een insectenhotel? Je kunt dat met een stuk hout en daar gaatjes in steken en dan komen daar bijtjes in. Mm-hmm. En die leggen daar een beetje in. En we hebben hier ook stenen. Waarom dienen die stenen dan, Louis? Voor de planken op te leggen, dan er beestjes kunnen onderkruipen. Ja. En weet je, welke dieren leven er allemaal in de tuin? Bessenbedden, spinnen soms. Ja, en wat nog? Welke dieren nog? Een slak, soms wel eens een egel of zo. Voilà. Dus we gaan zorgen dat al deze diertjes eigenlijk op één plaats of in één hotel kunnen slapen. Ja. Oké, we gaan dat doen. Kijk, hoe zouden we daarmee kunnen starten? We hebben hier stenen, grote stenen eigenlijk. En die stenen zijn eigenlijk de voeten van ons insectenhotel. Hè? Ja. Nu, als we zo stenen leggen, misschien zullen we allemaal een steentje nemen. Ja, leg er maar een steen. Nu, moeten we een plank? Ja, dank u. Kijk, die steentjes dienen eigenlijk als pootjes voor ons insectenhotel. En mogen we nog een plank? Ja. Wel maar hoog. Ja, nog een steentje eronder. Voilà. Zo, dus we hebben nu voetjes, pootjes eigenlijk. En we hebben een bodem. En nu kunnen we, wat gaan we dan doen? Of wat zouden we dan doen? Nog stenen erop zetten voor nog een beetje hoger te maken. Ja, inderdaad. Dus een hotel is opgebouwd in lagen, in verdiepjes eigenlijk. Dus eigenlijk hebben we nu al het onderste verdiep. En nu gaan we zorgen voor een tweede verdiep. Ja. Heel goed, maar denk eens heel goed na. Als we die steen zo zouden plaatsen, dan kunnen die diertjes daar niet in. Dus we gaan eigenlijk zorgen dat de holtes, de gaatjes eigenlijk, aan de buitenkant zijn. Zodanig dat die bijtjes en die hommels er kunnen invliegen. En dat ze daar door die piepkleine gaatjes naar binnen kunnen kruipen. Voilà. We gaan dat een beetje mooi doen, hè, dat dat een mooi insectenhotaaltje is. Zo gezellig eigenlijk. Hè? Zou jij blij zijn mocht je bed hier midden op de speelkoer komen? Nee, hè? Nee, het is niet gezellig. Nee, dus we gaan zorgen dat het iets compacter is. Hè? We gaan daarom een tweede materiaal toevoegen. Dus we gaan zorgen dat het zwaarste materiaal, de stenen, eigenlijk onderaan liggen. En nu gaan we verder opstapelen met houtblokken. Ja. Dus we gaan houtblokjes stapelen. We kunnen misschien eerst de grotere en dan misschien de kleinere een beetje. Ja, inderdaad. We gaan zorgen dat de zwaarste blokken onderaan liggen. Hè? Ja, ja. Want stel nu, moest er zo'n hele zware blok bovenaan liggen, die duwt heel de zaak naar beneden. En stel je voor dat daar onderaan een slakje ligt, dat slakje gaat dood. Ja. Wel. Oei, wat ligt er allemaal bovenop? Hè? Voilà. We gaan stapelen en we gaan bouwen. Hè? Ja. Voilà. Was perfect. En we gaan ook zorgen dat het niet kan openrollen. Hè? Dat we niet bedolven raken onder onze houtblokken. Hè? Zo? Ja. Of volgende keer. Als jij een insect zijn, Louise, zou jij er graag overnachten? Nee, het is niet donker en het is ook redelijk kaal. Ik zou niet graag zo'n beestje zijn. Nee, vind jij het al gezellig, Margot? Zo en zo, maar. Zo en zo. Want ze moeten dan in en uit gaan voor eten en zo. En dus we moeten het knusser maken. Hè? En hoe gaan we dat knusser maken? Blaadjes. Blaadjes. Blaadjes of houtblokjes, hè? Dus we gaan dat doen. Hè? We gaan het stapelen. Er is al heel iets donkerder in nu. Ja. We zullen de insectjes wel gauw naar hier komen. Hè? Nu, jullie hebben mij fantastisch geassisteerd. Bedankt daarvoor. En we gaan het misschien juist nog eventjes afwerken met enkele takken en blaadjes. Hè? Ja. En straks, als wij misschien spelen, kunnen de beestjes al eens kijken naar hun nieuwe. Wat jullie hier allemaal uitgesproken hebben. Hè? Ja. Oké. Okay.